bekroonde schrijver van die topverkoper Goel Jesrael, verlosser van Israël, Marzaan Leroux van der Boon, is alom bekend. Levensblik, een verzameling van haar voorste essays wat die afgelopen 8 jaar in die tijdschrift Leef met hart en ziel verskyn het, is pas vrygestel. Sy vertel ons meer. Met Levensblik neem ek die lesers die ervaring van die afgelopen paar jaar. Daar is die kommer en angst van ziekte en dood. Daar is die blijdschap en vreugde van hoë oomblikke. Maar bo alles is daar die genade en die liefde van God in watter opsig en watter plek ons ook al bevind. Levensblik is nou beskikbaar. Sangeres en skrywer Annelies Wiet is van woorde en wysies aan mekaar geweef. Haar nuutste boek, Driveway Diewaikie, is een versameling van 56 essays wat lesers sal bemoedig en inspireer. Sy gee ons 'n voorsmaakie. Ek sien haar gereeld wanneer ek laat middag gaan stap. Die alleen dogtertjie. Sy speel altyd op haar eie. Nooit in die tuin, op die gras of tussen blomme nie. Altyd op die plaveisel van die oprit voor die motorhuis, waar dit hard en koud is. Partykeer praat sy met haarself. Een keer het ek al hoor sing. Sagies. Driveway Diewaikie is nou beskikbaar. En nou vir vars druk so top 5 van die week. Die Lorax. Partykies is pret 4. Haar naam is Rachel. Hartland en Selavie. Lekker lees met vars gedruk.